Dag iedereen, ik ben Loïc en ik maak video's over koken en lekker eten hier in mijn studio. Een oud café dat ik een beetje aan het oppappen ben. En zoals je ziet is de kerstversiering er met onder andere deze mooie kerstboom. Ik maak 4 afleveringen over kersteten, hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Allemaal heel gemakkelijk en snel te maken, dus niet te veel tralala. En vandaag begin ik met de hapjes. Dit zijn mijn favoriete hapjes voor kerstmis. Ik maak er 4 verschillende en ze zijn echt niet moeilijk. Het eerste dat ik ga maken zijn mozzarella sticks. Een beetje een variant op kaaskroketten, maar veel gemakkelijker. De tweede is een oester met lekkere smaakmakers. Een beetje appel, komkommer, ajuin. De derde, spicy worstenbroodjes. Worstenbroodjes horen nu eenmaal bij kerstmis, vind ik. En de laatste, daar ga ik nu mee beginnen. Blinis met gerookte zalm en zalmijntjes. Ik begin met een half zakje gedroogde gist, 150 ml lauwe melk en uiteraard ook bloem, 150 gram. Even onder elkaar mengen met deze veel te kleine klopper en dan een half uur laten rijzen of fermenteren. Het half uurtje is voorbij en dan is het nu tijd om 2 volledige eieren op te kloppen zodat ze luchtig, schuimig en iets bleker worden. De opgeklopte eieren meng ik dan onder het gerezen deeg tot een homogene massa. Daarna bak ik het deeg tot blinis op een middelmatig vuur, gewoon in een beetje boter. En dat duurt ongeveer 3 minuten per kant. Je moet zien dat de diameter van je blinis ongeveer 6 à 7 centimeter zijn, dat is bij mij het geval. Maar als je liever een beetje kleiner of groter hebt, mag dat natuurlijk ook. Voor de roomkaasbereiding of de kruidenkaas begin ik met bieslook fijn te snijden. En dat voeg ik dan toe aan enkele eetlepels roomkaas. Op smaak brengen met wat zestes en sap van citroen, dat past kei goed bij zalm. Dus zeker doen. En als laatste wat peper en zout en alles goed onder elkaar. De blinis zijn klaar, dus daarop doe ik een beetje kruidenkaas, de gerookte zalm en kies voor goede kwaliteit van zalm. Dat is echt belangrijk. Duurzamer, lekkerder, enfin, op alle vlakken veel beter. En dan afwerken met wat zalmeitjes en bieslook. Hapje nummer 2, de oesters. Eerst begin ik met de gepekelde ajuinen en daarvoor neem ik een rood ajuintje dat ik in heel fijne ringen ga snijden. Daarna ga ik die ajuinringen blancheren en dat is gewoon een fancy woord om te zeggen. Kort koken in kokend water. En met kort koken bedoel ik 30 seconden tot een minuut, maar ze moeten gewoon ietsje zachter worden. De geblancheerde ajuinringen gaan dan in een wekpot of in een andere glazen pot. En daarover giet ik een zoetzuur mengsel en dat is heel makkelijk te maken. Gewoon 1 eetlepel suiker opwarmen met een glasje cideratijn, totdat de suiker gewoon mooi opgelost is. En dit warm azijnmengsel gaat dan over de ajuinringen in de wekpot. Deksel erover en je hebt gepekelde ajuinringen. En je kunt dat trouwens weken in de koelkast bewaren, dus De tweede garnituur zijn blokjes komkommer en Granny Smith appel. Op smaak brengen met 2 eetlepels cideratijn, een beetje peper, een beetje zout. En dan alles goed onder elkaar mengen en ongeveer 10 minuutjes laten marineren. En voor de oesters heb ik gekozen voor Bretoense holle oesters. Voorzichtig openen met een oestermes. Je beweegt een beetje met het mes aan de achterkant van de oester, totdat je mes volledig kunt draaien. En dan schraap je alles van de bovenste schelp af en zijn je oesters mooi geopend. Dit hapje is echt super makkelijk af te werken. Gewoon de 2 garnituren erover doen. Het is echt niet moeilijk, het ziet er goed uit en vooral mega lekker. Klein tussendoortje, ik zou graag mijn vrienden bij Dille en Camille willen bedanken. Als je nog op zoek bent naar een cadeau voor in je keuken of thuis in het algemeen, passeer dan zeker bij een Dille en Camille winkel en ga zeker eens hun aanbod checken voor de feestdagen, want het is echt heel, heel tof. Goed. Terug naar het eten. Hapje nummer 3, de spicy worstenbroodjes. Eerst en vooral een shallotje fijn snijden en een teentje look. En dat gaat bij ongeveer 200 gram gemengd gehakt. En van kruiden gebruik ik korianderzaad, komijnzaad, chiliflakes en zwarte peper. Even fijn malen in de vijzel, maar als je dat niet hebt, mogen uiteraard de poedervorm gebruiken van deze kruiden. Die gemalen kruiden mogen nu bij het gehakt, een eitje erbij en alles mengen tot een homogene massa. Ik gebruik graag kant-en-klaar bladerdeeg, gewoon voor het gemak. En dat snijd ik in stroken van ongeveer 10 cm breed. Het gehakt gaat erover en ik heb daar nog heel graag plakjes cheddarkaas over. Oprollen, in mini worstenbroodjes versnijden en dan bestrijken met wat eigeel, nog wat chiliflakes erover en grof zeezout. De mini worstenbroodjes gaan in een oven van 180 graden bakken gedurende ongeveer 30 minuten of totdat ze gaar en goudbruin zijn. Voor de dip bij de worstenbroodjes gebruik ik simpelweg wat ketchup en chipotle hot sauce. Andere pikante saus zoals tabasco is uiteraard ook prima. Voor de mozzarella sticks simpelweg kook mozzarella in sticks snijden. En dit is mozzarella met een laag waterpercentage, dus daar gaat geen water uitkomen. Dat is heel belangrijk. Om te paneren gebruik ik bloem dat ik op smaak breng met een beetje gedroogde rozemarijn en oregano. De mozzarella sticks gaan eerst door de bloem, dan door een losgeklopt eitje en als laatste door
panko of chapelure. Dat proces ga ik 2 keer doen om ervoor te zorgen dat de mozzarella sticks goed beschermd zijn en dat je een dubbele paneerlaag hebt. Frituren in olie van 190 tot 200 graden en dat duurt ongeveer 4 à 5 minuten. Ze moeten gewoon goudbruin worden en de kaas moet van binnen mooi versmolten zijn, zodat je het beste effect kunt verkrijgen van stringy cheese. Dit zijn ze dan mijn 4 favoriete kersthapjes voor het eindejaar, voor kerstmis, voor whatever. Er is voor ieder wat wils. Ze zijn heel, heel gemakkelijk. Dus zeker, zeker eens proberen. Indien je op YouTube kijkt, like, subscribe en klik op dat belletje, zodat je op de hoogte bent van wanneer er nieuwe filmpjes online komen. De 3 volgende, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert, komen eraan. Indien je op Facebook kijkt, dag al uw vrienden om hen gelukkige eindejaarsfeesten te wensen. Deel het met al je vrienden en familie. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende aflevering van de kerstspecial. En dat zal het voorrecht zijn. Salut iedereen!